Radio 538, live vanaf Tomorrowland. 538 is het hele weekend hier in België bij Tomorrowland. En op dit moment naast mij Martin Garrix, of zoals ze hier in Vlaanderen zeggen, Martin Garrix. Ja, hey, hallo. Hey. Hoe is het om hier te zijn? Tof, super vet. Vorig jaar gestaan, was een van mijn favoriete shows van vorig jaar zomer. Dus ik ben super blij mee terug te zijn. Hey, ik moet je eerst even feliciteren, want je hebt officieel je 6e Dance Smash op Radio 538 te pakken. Op, take 'em aan. Tof, super vet. En om dat te vieren, stel ik voor. Ik heb me voorgenomen niks te drinken vandaag. Nee, maar ja. Dat is helemaal fout, zie ik deze gast. Cheers. Cheers. Die is op de Dance Smash. Heb je nog één? Nee, sorry. Nee, dit waren de laatste twee. Hey, ik heb jou, ik denk 2 weken geleden of 3 weken geleden in Ibiza gezien, in de Ushuaia. Daar heb je hele zomer je eigen avond, Multiply. Je draait vanaf 10 uur. Wat mij opviel is dat jouw fans om 6 uur volledig in Martin Garrix outfit, met Martin Garrix merchandise, om 6 uur al vooraan gaan staan om op jou te wachten. En toen vroeg ik me af, waar ter wereld zijn jouw fans nou het allergekst? Ja, overal wel. Gewoon, echt de diehard fans in het algemeen zijn eigenlijk, ja, overal ter wereld en die zijn best wel gek. Het allergekste denk ik, Zuid-Amerika is heel bizar. Daar gaan ze gewoon bij wijze van spreken kamperen voor je hotel. Als ze weten dat je in dat hotel zit. En dan hoef je 2 dagen niet naar buiten te komen en dan zitten ze er nog steeds. En dan kom je naar buiten en dan een soort van zwerm van, ja, het is bizar. Maar wel super tof dat mensen zo erg dedicated zijn en zo erg into mijn muziek zijn. Iemand die natuurlijk zeker ook meegemaakt heeft wat jij nu allemaal meemaakt, is Chesto. Hij heeft ook een beetje als jouw mentor gefungeerd. Doet dat misschien nog steeds wel? Weet ik niet. Krijg je nog steeds wel eens tips van hem? Zoveel tips. Hij weet serieus alles. Wat is één les die je van hem geleerd hebt? Doe wat je zelf leuk vindt en doe wat jou gelukkig maakt. Ga niet muziek maken voor een bepaalde groep mensen. Of een bepaalde soort muziek, omdat je wil bewijzen tegenover andere mensen. Je moet doen wat jij vet vindt, waar jij achter staat. En dat heeft me best wel veel geholpen. Dus ik heb je niet alleen van Chesto dingen geleerd. Je hebt natuurlijk ook met succes de Herman Brood Academie afgerond. In die tijd moest je dat natuurlijk wel combineren met je tourschema. En toen vroeg ik me af, hoe is het nou om je huiswerk voor school te moeten doen, terwijl je in het vliegtuig onderweg naar een gig zit? Plannen. Alles is gebaseerd op goede planning maken. En goed uitbalanceren wanneer je aan je huiswerk zit, wanneer je voorbereidt op de show. En het was super hard, maar gelukkig met het hele team en met ook de begeleiding van de school hadden we het kunnen doen. Maar het is inmiddels alweer 2 jaar geleden of zo. Dus. Wat stond er eigenlijk op je diploma? Wat ben je nu? Dance producer, Herman Brood Academie. Weet ik het niet precies. Even een praktische vraag. Kun jij een beetje met geld omgaan? Want ik weet dat jouw vader eigenlijk, als ik het zo mag zeggen, voor jou in dienst is om een beetje de financiën te beheren. Hoe is dat? Ik kan het zo zeggen, ik strooi niet met geld. Ik ga niet aan domme dingen uitgeven. Sommige mensen zullen van, ja, die DJ's vliegen met jets. Maar ik vlieg eigenlijk alleen maar met een jet als er niet anders mogelijk is om op tijd te zijn bij de andere show. Ja, mijn pa die... Ik ben eigenaar van mijn eigen geld natuurlijk, maar mijn pa die adviseert me gewoon en die heeft ook de bedrijven opgezet en zo. Die stelt de facturen op, omdat ik dat zelf gewoon niet meer kan en hij heeft er heel veel ervaring mee. Hij is zelf baas van een postzegelveiling en dat hoor je niet vaak, maar dus hij weet hoe hij een eigen bedrijf moest opzetten, et cetera. Dus hij helpt me heel erg goed. En het is natuurlijk gewoon chill dat je iemand hebt die je gewoon, weet je, tot de bloeders kunt vertrouwen. Ja, hij ziet nu ook, hij loopt hier ergens rond. Waar is hij? Ja, dat weet ik niet. Ik kan wel verhalen zo. Ja, moet je even doen zo. Ja. Hey, en ik denk dat dit hem is, hè. Dit is het waarschijnlijk de laatste keer dat wij elkaar spreken voordat jij de nummer 1 DJ ter wereld wordt. Word ik niet. Jij durft nu glashard te beweren dat je dat niet wordt, want je eigen mentor, Chesto, heeft je al wel getipt als nummer 1, hè? Ik weet het niet. Oké, ik ga uitkijken met wat ik zeg, maar het gaat allemaal zo bizar snel dat ik... Ja, ik weet niet. Zo'n voting kan je natuurlijk nooit voorspellen, want het is gebaseerd op votes. Maar ik denk en ik hoop dat Hart wel dit jaar weer is. Want ik vind zijn set nog steeds super vet. Ik vind zijn track super vet. Alleen... Hou op, man. Nee, hou op. Jij verdient het. Martin Garrix binnenkort nummer 1 DJ. Dat weet ik nog niet. Dat komen we achter in oktober. Veel plezier vanavond op Tomorrowland. En we zien je graag met ADE weer. Dankjewel. Later, jongen. Martin Garrix op Tomorrowland. Radio 538, live vanaf Tomorrowland.